Er begint nu echt schot te komen in de omlegging van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Ten oosten van de stad wordt een 9 kilometer lang kanaal gegraven. Voor het zover was hebben wij het afgelopen jaar veel gedaan in de voorbereidende sfeer. Met name kabels verleggen, leidingen verleggen. Eigenlijk is de hele tracé voorbereid op de echte schop in de grond die nu hierachter dus ook plaatsvindt. Eind 2014 zullen de eerste schepen over het nieuwe deel van de Zuid-Willemsvaart naar hun bestemming gaan. Grotere schepen kunnen dan van en naar Veghel varen. Twee nieuwe sluizen bij Berlicum en Empel overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden 8 bruggen aangelegd over het toekomstige kanaal, 5 sifons eronder, een viaduct in de N279 en een spooronderdoorgang. Rijkswaterstaat is vele jaren met een team actief om het project voor te bereiden. Ook de Willemsunie werkt 2 jaar met ruim 80 personen aan de voorbereidingen. Tussen de bouwpartners is nauwe samenwerking heel belangrijk. Daarom zitten medewerkers van beide organisaties samen in één keet en werken hun voorlichters samen in één kantoor, zodat beslissingen snel genomen kunnen worden. Bij de aanleg van zo'n kanaal komen heel veel vergunningaanvragen naar voren. En die procedure stemmen we ook samen met Rijkswaterstaat af, zodat we eigenlijk zo'n vergunningenproces soepeltjes doorlopen. En dan moet je denken aan 700 vergunningen die wij voor de aanleg van dit kanaal wel moeten aanvragen. Vervolgens moet de grondbouw rijp gemaakt worden op de plaatsen waar straks het nieuwe deel van de Zuid-Willemsvaart gaat lopen. Nou, toen dacht ik het eerste, ik ga bezwaar indienen. En dan hoop ik dat ze nog wel 50 meter om zullen leggen. Dat dit huis toch kan blijven bestaan. Maar vanwege de omstandigheden hier in de buurt kon dat beslist niet en zou het toch weg moeten. Helaas, mensen zoals meneer Geers worden dan wel de dupe, om het even zo te zeggen, van zo'n project. Aan de andere kant zijn we gelukkig met deze man goed in gesprek gegaan, vanaf 2007 al. En konden wij uiteindelijk met de gemeente Den Bosch samen hem een nieuwe kavel aanbieden. Door de omlegging is Rijkswaterstaat verplicht 18 hectare natuurgebied te compenseren. Bomen worden gekapt en elders weer teruggeplant. Beschermde dieren als vleermuizen, haviken, bevers en mussen krijgen een nieuw thuis aangeboden. Voor de dassen heeft Rijkswaterstaat in 2010 een kunstburcht met gangenstelsel gemaakt. Deze kunstburcht is uiteindelijk aangelegd omdat er vlak langs het kanaal op dit moment een bestaande burcht aanwezig is die door de werkzaamheden aan het kanaal verstoord zal gaan raken. Om die onveilige situaties te voorkomen biedt deze kunstburcht op deze locatie een veilig onderkomen voor de das die eventueel gevlucht is vanuit zijn bestaande burcht. Wat ook tot leven komt onder de grond is de geschiedenis van het gebied en in het bijzonder die van 's-Hertogenbosch. We weten uit historisch onderzoek dat er een hele stelling rondom Den Bosch heeft gelegen. Dit project biedt nu die kans om ook archeologisch gravend onderzoek te gaan doen naar die stelling rondom Den Bosch. Van de stelling van het beleg van Den Bosch uit 1629 merken we dat er vrij veel greppels nog overblijven. En daar vind je heel veel musketkogels. We hebben 1 kanonskogel tot nu toe teruggevonden die we direct aan de soldaten kunnen koppelen. Verrassende vondsten zijn positief als het om archeologie gaat, maar natuurlijk niet wanneer het explosieven betreft. Vandaar dat voorafgaand aan de graafwerkzaamheden heel zorgvuldig te werk wordt gegaan met het opsporen van eventuele explosieven. Wanneer iets gevonden wordt, zoeken de experts handmatig uit wat het precies is. Als er daadwerkelijk een explosief gevonden wordt, komt de explosieve opruimingsdienst het verwijderen. Na zo'n zorgvuldige voorbereiding kan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart beginnen. Daar is uiteindelijk iedere Brabander beter mee. Ik denk voor die mensen die hiernaast blijven wonen in die nieuwe wijk, dat je een hele mooie nieuwe toekomst tegemoet gaat. Want hier komen nooit geen huizen meer, altijd vrij uitzicht. En schepen varen, dat is levendig, dat is altijd mooi om te zien.